Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes verteld. En dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze podcast, de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Ik heb hier een gast bij mij, Steven de Grijze. Goedenavond. En vandaag zitten we met ons live publiek allemaal samen in Roes Comedy Club in Gent. En ik heb van ons publiek een titel gekregen, Steven. En het is een beetje een lange. Er was eens een verlegen cactus die telkens als hij verlegen was, zijn stekels liet zakken. Dat wordt hem dus. Hè? Goed, oké. Hier gaan we dan. Er was eens een verlegen cactus. En telkens als hij verlegen was, liet hij zijn stekels zakken. Juan, de cactus, stond al maanden in de diepste krochten van de IKEA van Gent. Als eenzame, enige overgebleven cactus. Hij was een Mexicaanse cactus. Zoals de meeste cactussen zijn. Hoe hij ooit in de IKEA in Gent terecht was gekomen, dat weet hij niet meer. Maar het was een lang verhaal geweest, want hij had in Mexico al gemerkt dat hij niet de meest aantrekkelijke cactus was die er was. Telkens als er andere cactussen in de buurt waren en die begonnen te praten, werd Juan rood. En zei hij altijd van, sorry, ik wil niet praten. Ik ben een beetje verlegen. En ook op dat moment zakten zijn twee armen een beetje naar beneden. Maar veel belangrijker, al zijn stekkers. Werden slap en wezen naar beneden. En als er één ding is dat je als cactus niet kan hebben, is dat je stekkers of stekels helemaal wegzakken. Want dan ben je geen cactus meer, maar gewoon een rare plant. En hij stond op een schap in de IKEA. Alle andere cacti waren al... Alle andere cacti waren al gekocht. Maar hij raakte maar niet verkocht. Het goede nieuws was, nu er geen andere cactussen in de IKEA waren, dan had hij eigenlijk geen reden meer om verlegen te zijn. Er werd geen Spaans meer gesproken. Enkel nog Zweeds en vetplants. Hij stond op eenzelfde schap samen met een rhododendron en nog een andere plant. Een Sansevieria. Inderdaad. En de vrouwentong begon ineens te babbelen. En Juan. Zeg, hoe lang staat jij er nu eigenlijk al? En Juan, die zijn verlegenheid liet zakken, die zei, ik zei hier al heel even, ik is met de container naar hier gekomen. Ik was vluchteling, ik ben uit Mexico gekomen. Ik was in de container gestapt, samen met nog heel veel anderen, maar die zijn allemaal doodgegaan in de container. Het was een grote tragedie. Alle anderen, allemaal dood. Ik was onder de camion. Anderen waren in de koelwagen, allemaal dood op de boot, allemaal kap. Pot gegaan, maar ik was onder de dingen en hij was aan het vertellen. Heel zijn leven begon hij te vertellen tegen de vrouwentong. Op dat moment hoorde de rhododendron, Raoul, het verhaal en hij zei, Juan, ik heb ook zoiets meegemaakt, jongen. We zijn hier samen en we gaan daar samen doorkomen. Misschien moeten we om uw verlegenheid wat op te lossen, dat je sterke cactus blijft, moeten we u leren Gents klappen. En op dat moment werd Juan terug verlegen en zijn stekels begonnen te zakken. Hij zei, ja, maar ik ben helemaal niet oké in Gent. Ik kan helemaal geen Gent praten. Als ik Gent praat, ga iedereen mij uitlachen. Ga ik nog verlegener worden en ga mijn naalden misschien allemaal uitvallen. Maar, zei Satya de Sansevieria. Probeer gewoon eens, hoe noemen die stekels dat je hebt? Hoe noemt dat bij u? Bij mij noem ik dat Naldos. Naldos, ik krijg gewoon een Naldos. Ja, daar begint het al, hè, zei Raoul, de rhododendron. In de Gent noemen wij dat stekkers. Wij noemen stekkers is voor een stopcontact. Alleen in Mexico hebben we niet veel stopcontacten, maar we hebben niet veel elektriciteit. Bij ons zijn dat dan prizen. Ja, veel stopcontacten. Prizen. Ja, dus dat zijn stekkers. 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 En ook, zeg een keer, Gent.
Dus ja, oké, Gent. Nee, nee, uit uw keel, hè. Ja, uit uw keel. Hij is uit de keel, is aangehaald. Dat is al beter, zei Saskia. Maar moet nog meer grinta inzetten. Ah, grinta. Nu, het wilde niet lukken. Zijn naalden bleven hangen. Zijn verlegenheid geraakte niet opgelost. Het Gent maakte hem onzeker. Maar op een dag brak de grote eindejaarszolden van de IKEA aan. Het was het moment om alles uit de diepste krochten van IKEA naar boven te halen en in een mooi daglicht te zetten, zodat ze toch nog verkocht zouden geraken. En helemaal van voor stond Juan. En in zijn potje hadden ze een plakkaatje gestoken. Mexicaanse cactus met Gents accent. Nu moest Juan wel. Er kwamen mensen lang die een gesprekje met hem wilden voeren. Ja. En doordat er zoveel mensen een gesprekje kwamen voeren, voelde Juan dat hij eigenlijk niet meer zo verlegen was. En zijn erg begon meer en meer uit zijn keel te komen. En hij voelde hem goed en zijn stekker stond allemaal fier naar boven. En er kwamen mensen die vroegen hem iets. Hey, in het Gent. Hey, mootje. Ja, hallo, moet hij veel water hebben eigenlijk feitelijk zo? En Juan antwoordde, stekkers. Stakkaars. 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 Ah, hij stakkaars. Moet blijkbaar heel een trick kennen. Dat gaat niet gaan, zo. Dat gaat niet lukken. In het begin werd hij weer niet verkocht, maar op een bepaald moment kwam er een... oud vrouwtje. Een oud vrouwtje langs. Met een kat in haar nek. In Gent bekend als het kattenvrouwtje. En die begon Saskia, de Sansevieria, te pakken. Zette die in haar karke. Die nam Raoul de rhododendron. Zette die bij in haar karke. En Juan was klaar om ook opgepakt te worden, maar ze liep weg. Want haar karke was niet groot genoeg. En Juan riep... Hey, Bozak. 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 Waarop het kattenvrouwtje zei... En dat is precies mijn vriend van vroeger. Ik kwam toch meepakken. Nostalgie. En zo... vond Juan de cactus alsnog een plekje waar hij in alle tevredenheid onverlegen Gents kon praten. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je... als je een taal niet goed beheerst, je vooral je moet focussen op scheldwoorden. Want als je scheldwoorden gebruikt, denkt iedereen, amai, die kan goed klappen. Dank u wel, slaap lekker.